Dag allemaal, we zijn in de brief uit boek 6, nummertje 16 van Plinius Minor. Nu bij paragraaf 10 aangekomen en dit wordt een mooi stukje, want het gaat over de reis, de tocht van Plinius Major richting de vulkaan waar juist iedereen vandaan vlucht. Het is een heel indrukwekkend stukje eventjes. Properat illu kundali fugiunt rectum cocursum recta gubernacula in periculum tenet adeo solutus metu ut omnes illius malimotus omnes figuras ut deprenderat oculis dictaret enotaretque. Eén zin. Prachtig. Hij haast zich, properare, hij haast zich. Illu, daarheen waar vandaan anderen vluchten. En, dat komt zo. Hier zie je een tegenstelling natuurlijk. Hij haast zich daarheen, andere vluchten daar vandaan. Antithese. Wordt chiastisch opgeschreven, dat zie je heel vaak bij de antithese. Eerst het werkwoord, dan de richting, zeg maar het bijwoord. En, of het voegwoord zoals je wil, nou, het schijnt hier bijwoord. Dan hier juist dat voegwoord of bijwoord, in ieder geval ook waar vandaan. Hè? Hier hadden we daarheen, niet waar vandaan. En dan hier was weer het werkwoord. Natuurlijk staat Ali er tussendoor, want dat heeft een onderwerp nodig. Maar dat doet hij expres de werkwoorden aan de buitenkant en de richting aan de binnenkant. Omdat het dan de tegenstelling benadrukt. Rectum, cursum en letterlijk een rechte koers. Dit is cursum, is echt net geval ja, het rennen of het varen, maar dat is dus de koers. En een rechte koers, rechte roeren. Een gubernaculum is een roer. Wat een gubernator, dat is de stuurman, vast heeft. Maar deze schepen hadden er twee per schip. En zijn bovendien zijn het meerdere schepen. Dus vandaar dat hij het woord in het meervoud gebruikt. Wij zouden het in enkelvoud zeggen. En een rechte koers, een rechte roer, houdt hij vast. Hè, tenere is vasthouden. In periculum. In, ja, met een accusatief achteraan, is dus tot in het gevaar. Letterlijk het gevaar tegemoet en dan helemaal erin. Als we tot in het gevaar, en in dit geval is het natuurlijk concreet bedoeld, hè, dat is de spugen, de vulkaan enzovoort. Voordat ik verder ga, eerst even dat dit een asyneton is natuurlijk. Hier, achter deze komma geen verbindingswoordjes. Hier zie je geen queer of zo. Hier wel, maar hier niet. En het is een anafoor, want hier rectum en hier recta. En het is een herhaling van twee woorden aan het begin van iets, namelijk hè, na zo'n komma, zeg maar. Begin van een stukje zin, dat noem je een anafoor. Een rechte roer, een rechte koers, een rechte roer naar het gevaar hield hij vast. Adeo, dit is geen werkwoord van adiir of zo, het is een losse bijwoord. Zozeer, solutus, van solveren, losmaken. Hier solutus, ppp, losgemaakt, oftewel bevrijd van, vrij van. Kom met ablatives altijd. Metus is angst. Hier de ablatives, want het is een u-declinatie. Dus de vierde groep is dat. Van angst. Zozeer los van angst. Zozeer bevrijd van. Zozeer vrij van angst. Dat. En adeo, ut, krijg je altijd de conjunctieves achteraan. Die staan allebei hier zo genoteerd in het imperfectum. Zozeer vrij van angst. Dat. Het is wel de hij. Dus dit omnes moet je maar niet denken dat het allen of zo, of dat die iets doen. Nee, het is leidend voorwerp. Dit is accusatives. Dat hij alle motus, accusatives meervoud hier, dat ook van zo'n vierde groep woord. Niet metus, maar motus, beweging. Dus dat hij alle bewegingen, illius mali, dat is allebei genitives. En dit zegt dan iets over dat. Dit is bijvoeglijk gebruikt bij dat. Dus dan is het niet een persoonlijk voornaamwoord, of zo, maar een aanwijzend voornaamwoord. Die of dat. In dit geval genitief, dus van dat. En malum is zelfstandig gebruikt hier. Malum is een kwaad. Een slecht iets. Iets slechts. Een ramp of zo. In dit geval zou ik zeggen van dat kwaad of zo. Dus dat hij alle bewegingen van dat kwaad. Alle vormen. Ut deprenderat oculis. Even een tussenzinnetje met ut, maar in dit geval niet met een conjunctief, maar met een. Gewoon indicatives. Dus dat betekent niet zo dat of op dat of zo, maar betekent gewoon zoals of zodra. In dit geval is het zoals. Dat is het enige logische. En het is een pluskwamperfectum van deprehendere. Is voor kort tot deprendere hier. Letterlijk aangrijpen of zo. Maar het staat bij oculis.
met zijn ogen. Dus letterlijk, zoals hij ze met zijn ogen had aangegrepen. Ja, wat zou je daar nou van kunnen maken? Misschien het beste waarnemen of zo. Zoals hij ze met zijn ogen had waargenomen. Dat hij die dus dicteerde. Hè, dicteren aan een slaaf gaf hij de opdracht om ze op te schrijven. Enotaretque. En liet opschrijven. Dat is eigenlijk gewoon een synoniem van dictare. Dictare en enotare is hetzelfde. Nou, dus nog één keer jij de zin. Hij haastte zich daarin waar vandaan anderen vluchten. En hij hield een rechte koers, rechte roeren richting het gevaar, op het gevaar af. Zozeer bevrijd van vrees dat hij alle bewegingen van dat kwaad, alle vormen, zoals hij ze met zijn ogen had waargenomen, dicteerde en liet opschrijven. Punt. Wat een mooie zin, dames en heren. Hier nog een keertje, nog een keer een asyneton met een anafoor. We hadden omnes illius malimotus, omnes figuras. Je hoort de stem ook sterker worden daar. Hij wilde echt even nadruk op leggen dat hij ze allemaal kon bekijken, terwijl hij eigenlijk natuurlijk op het gevaar af aan het varen was. Het is toch hartstikke aangangsgerend. Iedereen vlucht weg daarvan. Hij gaat er naartoe. En toch is hij nog zo kalm dat hij niet in paniek raakt, maar dat hij juist nog steeds die wetenschappelijke blik kan openhouden om te zien hoe die vulkaan aan het uitbarsten is. Bizar. Nou, dat bij kracht bij te zetten gebruikt Plinius hier van dit soort stijlfiguren allemaal. Ik hoop dat het een beetje is overgekomen. Volgende filmpje zien we wat er dan vervolgens gebeurde, zodra ze uiteindelijk bij die vulkaan in de buurt komen.